In de meest recente aflevering van The Masked Singer is Carlo Boszhard, 54, volledig verrast wanneer blijkt dat niet Fred van Leer, 47, maar zijn eigen broer Ron Boszhard, 60, al die tijd schuilging in het indrukwekkende Buffel-kostuum. Hoe slaagde Ron erin zijn broer zo succesvol voor de gek te houden? Ron, opgelucht na de onthulling, deelt zijn vreugde, heerlijk. Zo blij dat hij het nu weet. Kunnen we het er op verjaardagen gewoon over hebben? Het geheim houden voor Carlo, die al 4 jaar lang gespitst luistert naar de aanwijzingen in The Masked Singer, noemt Ron lastig. Het was een hele klus, wat moet ik dan doen zodat hij me niet herkent? Om zijn stem onherkenbaar te maken, besluit de presentator zangles te nemen. Ik heb het toen eerst een keertje hoog geprobeerd, dat hield ik echt niet vol. Laag wel. Ron bekent dat hij zweette van angst, vrezend dat enkele hints te overduidelijk zouden zijn. Tot zijn verbazing merkt Carlo ze echter niet op. O gelukkig, hij heeft het niet door, beschrijft Ron zijn gedachten na het eerste optreden. Maar bij het tweede optreden slaan de zenuwen weer toe. Dan ga je toch weer een paar keer dood in zo'n pak. Ondanks de uitdagingen van het optreden op roze hakken, kijkt Ron met veel plezier terug op zijn deelname. Ik had het voor geen goud willen missen. Vanavond kijken Ron en Carlo samen in RTL Boulevard terug op deze opmerkelijke onthulling.